Lijkt me heel erg ingewikkeld vrijwilliger te zijn in deze coronatijd. Maar onze 12.000 vrijwilligers staan dag in dag uit nog steeds klaar voor vluchtelingen. Vandaag ga ik eens een bakje doen met mensen die mij wat meer hierover kunnen vertellen. Maar wel op afstand. Kom maar een bakje doen. Heerlijk. Oh, dankjewel. Kan een bakje doen. Nou, dat is lekker. Hoe gaan we het doen? Maar dat we het gaan doen, dat staat bij iedereen boven water. Omdat het nodig is. Er blijven vluchtelingen komen. Ze hebben hulp nodig. Vreemd land. Spreken de taal niet. Dit is belangrijk voor integreren dat je andere mensen spreken. Ze hebben weer even contact. Ze kunnen Nederlands praten. Je moet echt digitaal meer contact hebben met collega's en ook met de cliënten. Dus dit is echt een nieuwe leven. Alles gaat gewoon wel door vanuit de organisaties. De brieven die ze krijgen en daar help je ze dan bij. Dat lukt toch moeilijk op afstand. Ik ben echt heel blij dat wij ook in deze tijd nog steeds klaar kunnen staan voor de vluchtelingen. En hun face-to-face kunnen ontmoeten. En dat is toch wel heel belangrijk.